De zeilzwemsport doet het momenteel onwijs goed. En afgelopen week hebben jullie gespeeld tegen Brandenburg, 21-7. Nou, vertel eens wat over die wedstrijd. Hoe is die eigenlijk dan gegaan, zo'n hoge uitslag? Ja, na 21-7 inderdaad. Hadden we zelf ook niet helemaal verwacht hoor, dat het zo enorm toch wel makkelijk is gegaan. Want na één periode stonden we volgens mij al met 6-1 voor, uit mijn hoofd. En toen was die wedstrijd dus eigenlijk al wel gespeeld. En we hadden het niet helemaal verwacht, omdat we daaruit toch wel iets meer moeite hadden. Ik denk dat het eind 2016 was, zeg maar, dat we daar uitspeelden. En hebben we uitslag neergezet met 2-3 doelpunten verschil of zo. En hadden we toch wel 3/4 van de wedstrijd hadden we het een soort lastig. Maar het geeft ook wel weer aan dat we... Het was onze 7e zege op rij. En we steken gewoon goed in vorm. En dan zie je dat zo'n wedstrijd dus ook gewoon wel echt... toch relatief makkelijk in een zege wordt omgezet. Ja, zoals we net al zeiden, jullie doen het onwijs goed. En aankomende zaterdag, dan denk ik dat het wel iets lastiger gaat worden. ZPB in de beker verloren. Nee, in de beker gewonnen en in de competitie verloren. Ja. Net aan, wel nipt. Maar wat verwacht je zelf van die wedstrijd? Ja, ZPB is een hele goede ploeg. Vorig jaar hebben ze in de finale van de play-offs om de landstitel gestaan. Zijn wel wat jongens kwijtgeraakt, maar eigenlijk staat er nog steeds gewoon een hele goede ploeg. In de beker inderdaad, kwartfinale volgens mij was dat, hebben we ze wel verslagen. Hebben we het daar op een gelijk spel gehouden en hebben we hier toch redelijk ruim gewonnen. Dus daar waren we wel blij mee. Eigenlijk hebben we de afgelopen seizoenen niet hele goede uitslagen tegen ZPB neergezet. Maar dat hebben we eigenlijk weten om te draaien in die beker. En volgens mij, direct na die beker speelden we weer tegen ze. Een week daarna. En speelden we thuis en toen hadden we inderdaad weer verloren. Dus het zit heel dicht bij elkaar. Maar goed, wat ik al zei, we zijn in goede vorm. We hebben 7 keer op rij gewonnen. Dus we zijn wel klaar voor voor de wedstrijd zaterdag. En jijzelf, die steekt ook in goede vorm. Ja, je staat volgens mij bij de eerste 4 in de topscorerslijst. Ja. Nou, dus ik zou zeggen, denk ik toch nog wel een paar erbij, want dan kan je weer op eerste plaats nog komen. Ja, nou ja, eerste plaats zal wel lastig worden hoor. Maar het is, hoe heet het? Eigenlijk met het team ook zijn we in het begin van het seizoen een beetje moeizaam op gang gekomen. We moesten een beetje wennen aan, aan Roeland Spijker, de aanwinst die we erbij hebben gekregen. En natuurlijk de nieuwe coach Ron van der Harst. En zelf was ik ook nog een beetje zoekende, terwijl ik die seizoenen daarvoor altijd ook wel relatief makkelijk scoorde. Maar eigenlijk, het team is beter gaan draaien ik zelf ook. Dus daar zijn we allemaal blij mee. Hoe belangrijk is het om zo'n goede topspeler in je team te hebben? Als Roeland. Ja, als Roeland, ja. Ja, heel belangrijk. Merkt het alleen al aan aan de kleine dingen die hij zegt tijdens de voorbesprekingen en tijdens de wedstrijd. Het is gewoon een jongen die al heel veel heeft meegemaakt en op het allerhoogste niveau heeft gespeeld. En daarbij is het een aanwinst in de zin van dat het een speler is die ontzettend goed op de mid-achter kan verdedigen. En daar hebben we heel veel aan dat hij eigenlijk de hele wedstrijd daar de boel dicht houdt. Dus super fijn met zo'n speler bij jullie in het team. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog de dames van ZV Hawabo. Afgelopen weekend tegen het Ravijn. Een lastige wedstrijd was dat. Komt dat misschien toch door een bepaalde manier van dat ze graag eerste willen worden? Of gewoon dat ze zoiets hebben van lekker een beetje rustig aan voor de play-offs? Nou, dat laatste zal het zeker niet geweest zijn. Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien, maar ik heb wel het een en ander gehoord over de wedstrijd. Ravijn is wel ook een ploeg die de laatste tijd weer wat beter in vorm is. En ZVL die was een beetje aan het kwakkelen in de zin van dat ze wat mensen enerzijds misten en dat er wat zieken waren. Dan kan het gewoon zo zijn dat je een keer een wat mindere wedstrijd speelt tegen gewoon een ploeg die ook wel genoeg ervaring heeft. Die hebben ook gewoon de topscorer van de hoofdklasse, van de eredivisie moet ik zeggen, hebben ze liggen. Dus het is geen hele slechte ploeg, maar gelukkig hebben ze toch na een 8-6 achterstand halverwege, dacht ik, hebben ze toch weer de rug gerecht. En met een goede derde en vierde periode weer de zege binnengesleept.
En ik heb die vraag misschien al vaker gesteld, maar Yveske van Belkum, hoe belangrijk is zo'n speler voor dat team? Want ik zag dat ze er toch vijf doelpunten in had liggen tegen het ravijn. Dus ze was wel weer eigenlijk op bepaalde momenten, dan ligt zij er eigenlijk altijd. Dan doet ze het. Hoe belangrijk is dat voor dat team? Ja, ik denk dat in die zin kun je het wel vergelijken met een Roeland, zeg maar, aan onze kant. Dat is gewoon iemand die gewoon alles, maar dan ook Yveske helemaal natuurlijk, alles heeft meegemaakt. En die brengt die ervaring en die individuele klasse kunnen ze dan op het juiste moment ook neerleggen. En dat is lekker. En aankomend weekend moeten ze de laatste wedstrijd tegen de Zaan. Ja. Ja, ik denk geen problemen. Nou ja, de Zaan is best wel een stugge ploeg. En nou, je ziet het als, afgelopen week tegen het Ravijn. Je zult gewoon wel op en top moeten spelen om ook een de Zaan, en zeker uit daar in Zaandam, om die wedstrijd te winnen. En als ze dat doen, doen ze zichzelf een heel groot plezier natuurlijk. Want dan pakken ze het thuisvoordeel in de gehele play-offs. Eerste instantie komen ze volgens mij in de kwartfinale tegen de Ham. Nou, met alle respect, maar die moeten ze winnen. Dan hebben ze het al een stuk lastiger, want dan krijgen ze waarschijnlijk Polar Bears. Dat is gewoon een ploeg die ook wel eigenlijk steeds beter is gaan draaien en aardige uitslagen neerzet. En mochten ze die overleven, dan is de finale tegen een UZTC of een GZC Donk. Die elkaar tegenkomen in de halve finale. Maar ja, het is in ieder geval lekker dat ze die wel ontlopen. In de halve finale, UZTC of Donk. Ja, dus aan de ene kant, je weet waar je voor speelt, dan thuisvoordeel. Dus dan hopen we ook dat de zaal helemaal vol zit. Ja, dat is de bonus die je zeg maar hebt als nummer 1 in de competitie namelijk. Dat is enerzijds het thuisvoordeel in de hele play-offs. En anderzijds dat je zeg maar, de op papier meest zware tegenstander pas in de finale tegenkomt. Oké, en heel veel succes aankomend weekend. Dus yes. We gaan het allemaal weer beleven. Ja, dankjewel. Alsjeblieft.